gonna fuck it up. Yeah. It was at this moment that he knew he fucked up. Lijkt wel alsof ik in een achtbaan zit. Influencer betaalt niet genoeg, dus ik ben nu ambulance geworden. Ja, daar gaat hij hoor. Afgeleverd aan de ambulance. Nou jongens, Max Verstappen. Ik zie je dat? Is jouw postcode? 1363. Ik verdien trofee. Ik kan hem zoeken naar de grond. Word ik dan jouw B? Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Beste volgers, welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben Davinho. Zoals jullie weten, de mensen die het nog niet weten. Ik ben Davinho. Wees niet als mij, want op vakantie breekt hij bij de voeten. Ja. Dus welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben mijn koffer aan het inpakken. Het lukt niet zoals je ziet. En met twee gebroken benen ga ik jullie even laten zien hoe ik mijn koffer, pot voor drie dubbeltjes, nou eens goed dicht krijg. Oh, dus dit is een tutorial voor mensen met die niet kunnen lopen. Ga ik jou even laten zien hoe krijg je dit pleuris ding dicht. Nou, je drukt hard met je handen. En je praat tegen je koffer, want je bent boos op hem. Dus wat doe je? Je zegt, jij gaat nu terug. En dan pak je hem bij de rits. En dan zeg je, jij vieze, vuile, stinkert. Ga jij maar naar mijn onderbroeken ruiken. Van een week in Suriname. 2 weken. Zo, dat wil ik niet ruiken hoor. Kijk. Ik heb net de Vio's rolstoel weggebracht. Ja, dus ik kan niet meer lopen. Ja, we hebben geen rolstoel meer, maar over een uur, precies een uur, komt de ambulance ons ophalen. Nou jongens, dat wordt me toch eens een spektakel. Ja, en dan gaan we weer terug naar Nederland. Maar we gaan wel in first class, omdat Davinho beide benen heeft gebroken. Ja. Dus hoe je het ook bent of verkeerd, mijn schatje heeft mij in de first class gezet, jongens. Ja, niemand kan wat zeggen. Hoppa! Hey, daar heb je geen benen voor nodig. Applaus in de comments. Weet je wat ik eigenlijk nodig heb? Je hebt van die koffertjes waar je op kan zitten. Van die stoeltjes. Als koffer, dus dan... Ja, dat heb je alleen voor kinderen. Nee, je hebt ook voor volwassenen. Oh. Elektrische rolstoel. En dan kan je hier heb je een stuurtje aan en dan kan je hem zo, zo sturen. Ik ben eigenlijk best wel boos op Davinho, want hij zei dat hij dus een verzorger wilt die hem in Nederland verzorgt. Ja, ja precies. Een verzorgster wil je. Jongens, je mag een verzorgster van 60 jongens, plus. Ik heb een oproep, ik ben op zoek naar een Nee. Nou, we zijn ready to go. Nu nog wachten op de ambulance. We gaan nog even... Een drankje doen. Ik heb mezelf ook opgemaakt. Oh, I look so good. Dankjewel, schat. Oh, wat spontaan, dankjewel. I look very good today. Als niemand je hypt, moet je het zelf doen. In checks, baby. Sakana gogo. Sakana gogo. Jongens, de video zal 2:30 worden opgehaald. En zelfs de ambulance is hier te laat, 10 minuten te laat. Moet je zeggen, ano kanjere. Ano kanjere, ik zie die ambu die doet lang. Ano kanjere, dus ik drink maar een borgo. Ano kanjere, je ziet je check die is Spaans. Ano kanjere, je ziet ik morsel over alles. Ano kanjere. First class, en we doen het even. Ja, ik laat je zweven. En ik laat je spacen van de alcohol. Volgens mij is de ambu dit. Ja, als ik zo hoog ga kunnen doen. Dus ga je optillen. Nog een slokje. Nou, dan ga ik maar alvast onze koffers inladen. Hoppa. Dan ja, zo'n kabel. Mm-hmm. Maar het was, die rem was niet first. Goed. En dat had ook nog geregend. Dus ik kon niet goed afremmen. En die veiligheid is ook niet goed. Dus toen kon ik keihard tegen die eindpunt. Doet your seatbelt on. Yes. Oh, het zit wel goed vast. Ja. Oké, ga je eens. Klik voor de klik.
It was at this moment that he knew. He fucked up. Ja? Ja. 1, 2, 3. Ik ben zwaar, hè? Ja? Oh. Ja. Tot het plafond, hè? 1. Oké. Daar ligt die Lil Handy. Nou jongens, je ziet het. Ik ben opgehaald met de ambulance vanaf het appartement. De koffers liggen klaar. Ik ben benieuwd hoe ze mij in het vliegtuig krijgen. Ja, dan pakken ze je gewoon bij je voet en dan slingeren je zo omhoog. Ja, we gaan nu naar het vliegveld. Oh, toch wel met de... met loeiende sirenes. Ja. Lijkt wel alsof ik in een achtbaan zit. Jongens, ik zit de hele tijd te lachen. Maar ik vind het niet leuk hoor. Het is hier echt super heet. Er is hier geen ventilator. Ventilatie of airco. Dus we zweten echt kapot, jongen. Ja, maar even dat is nat. Alsof ik gezwommen heb. Ik ga zwemmen in mijn fucking zweet. En ik weet dat ik laat je niet meer in de steek. Want ik kan ergens heen, mijn gebroken been. Aangekomen op Zanderij. Jongens, wat zijn we? Ja. Yes. Ik ben benieuwd hoe de video de vliegtuig in gaat. Benieuwd, jongen. Ja. Ik moet naar boven wat gedragen. VIP treatment. Wat? VIP treatment. Ja, dat wel. Heeft je verzekering toch nog goed geregeld, hè? Zeg je eerlijk, jongens? Reisverzekering is heel belangrijk. Nou, ik heb net onze koffers ingecheckt. We gaan nu, ja, we worden nu gebracht naar het vliegtuig. Dus ja, door de video kunnen we de lijn skippen van de... Toppie! We zijn bij het vliegtuig. Komt daar. Het gaat sneller dan ik dacht, jongens. Zelfs met gebroken voet is het leuk in Suriname. Ja, de video wordt nu gecheckt, ze gaat door de scan. Iedereen vraagt zich ook af, hoe kan je twee voeten breken? Niet één, maar twee. Je maakt hier niet veel mee. Oh. We hebben nog even snel tacos thuis gemaakt. Zodat af die kon eten onderweg. En wel even lekker zo. Mag ik eentje? Dat is voor deze patiënt. Na een anderhalf uur wachten is het vliegtuig eindelijk. En een hele dikke shout-out naar de ambulance Suriname. Ze hebben dat hier heel goed verzorgd. Ja. Toch? Top ze waren heel aardig. Top service. Ja. Ik wil jullie erg bedanken. Jullie hebben goede service verleend. Yes. En hij is heel huid in de brak aangekomen. De influencer betaalt niet genoeg, dus ik ben nu ambulance geworden. Kijk hier, ik zit voorin. We gaan nu onze patiënt brengen. Hij is gevallen op zijn benen en op zijn hoofd, hij kan niet meer praten. We gaan nu escorteren naar het vliegtuig. Ondertussen zitten de mensen. Zullen we naar buiten? Ja. En die krukken. En die krukken van je. Ik kan even overstappen naar de rol. De vier gaat nu in zo'n lift en die gaat dan naar de deur. Het is wel een surfer zo hoor. Je ziet dat. Ik hoef niet echt te lopen. We gaan naar boven. Ja, gaan we, jongens. Echt. Iedereen denkt wat heeft deze kolo dan moet toeren vandaag. Dat is wat ze denkt. Toch wel even first class hè. Dankjewel Parabello. Extra plek voor zijn benen, nou zo mooi geregeld allemaal. Ja, en kijk hier, stopcontact.
Echt normale. Ja. Klaar. We made it. Flexen. We made it. En nog die champagne. Extra kussens gevraagd voor de video. Voor zijn voeten. Maar dat zijn er heel veel. Is het goed? Hieronder ook. Ja toch? Rachel. Allemaal erin. Zo. Ik heb een groep closing door. Deze voorbeeld. Zo. Let you see what he done. He don't notice, but we really done. Nou, dat was interessant. Celebrities. Zitten we weer in de lucht? Jay Chardonnay, still. Champagne. Champagne rain. For the struggle at the bay. Champagne met de Chardonnay. Geen kaas of twee. Okay. Beef stock. Yeah. I take it just in case. Yeah. You need her spare, I put it in cake. Yeah. Will you bestel kaas? Ze kwamen dus naar ons toe van, wil je niet dessert? Ze vroegen of je cheese or cake. Dus dat vind je nog cheesecake. Gewoon twee plakken kaas. Daar komt mijn cake, jongens. Thank you. Wow. This is what I want. Ja. Yeah. Je gaat kaas eten, jongen. Iets van 4 uurtjes vroeger. Ik ga niet meer vloggen. Ik ga mijn camera even opbergen. En hierboven. Zodat ik hier op mijn been kan liggen. Als ik de camera elke keer tegen mijn voet aan. Nou, zien jullie in Nederland. We zijn geland, 8 uur 's ochtends hier in Nederland en 4 uur 's nachts in Suriname. Dus ik ben wel aardig moe. Ik haal uit het vliegtuig, ja, hoor. Met spoed in de aanbuurt. Ja. Ga naar de sirene. Oké, hoi. Ja, daar gaat hij, hoor. Afgeleverd aan de ambulance. Ja, maar ja, daar was het natuurlijk ook niet helemaal zeker wat er allemaal was, hè. Dat kan ik me wel voorstellen dat ze Ik heb nog nooit zo vaak ambulance achter elkaar in mijn leven gezien. Nou, iedereen die op vakantie ging heeft me wel gezien, denk ik. Ja. Heel Schiphol heeft mij gezien. Ja. Iedereen keek zo. Nou jongens, Max Verstappen. Ik zie je dat. Ik heb dus jouw postcode. Lijkt alsof die net bevallen is, joh. Els komt bij je zitten, je knie komt bij je zitten. Doe ik aan deze kant even door het dicht. Even kijken dat je tijd hebt. Die even voor in. Nou, het was een heftige rit, jongens. Maar we zijn bijna thuis. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Doe natuurlijk een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En met de video, reageer even allemaal onder de laatste Instagram post. Beterschap. Hartjes, poffertjes. Liefde, alleen maar liefde. Ja.